Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Mocht je mij niet kennen, ik ben Karien van Blonde Beauty Fashion en ik ben mama van twee kinderen en ik heb rectusdiastase. Nou, hè, klinkt alsof ik bij een AA-meeting ben. Eerst even kort wat vertellen. Ik heb een dochtertje van bijna een jaar. Bijna een jaar, ze is nu 11 maanden. En mijn zoontje is ruim 3,5. Na mijn zoontje had ik al rectusdiastase. Dat is wel rijkelijk laat ontdekt. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk steeds groen licht kreeg. De verloskundige zei, nou, zit nog niet helemaal bij elkaar, maar over een week of twee zit het goed. Datzelfde gold voor degene van de zwangerschapscursus. Vervolgens ook bij de sportschool is het nog gecheckt door iemand van de zwangerschapsgym. Daar heb ik het vaker door laten checken. En die gaf op een gegeven moment ook groen licht. En toen dacht ik, oké, maar ik vond mijn buik er wel gek uitzien. Maar er was geconstateerd dat ik een navelbreuk had, dus ik dacht, dat zal daar dan wel mee te maken hebben. Toen ben ik gewoon mijn ding gaan doen. Mijn buik bleef er gek uitzien, maar ik had er verder geen last van. Behalve dat ik het er niet zo mooi uit vond zien, maar ik dacht, prima. Toen werd ik zwanger van ons tweede kindje. En na een week of 16, ja, het begon waarschijnlijk al iets eerder, maar zeg maar, mijn 16 weken dacht ik echt, oké, wat is dit? Had ik zo'n ontzettende pijn in mijn bilspieren. Ik ga dit af tot dit erin komt. En dat is echt voor niemand fijn. Zo. Echt armhand. had ik zo'n pijn in mijn bilspieren. Nou, ik vond het een heel rare klacht. Ik ben daarmee naar de dokter gegaan. Die verwees mij door naar de fysio. En de fysio zei, dat komt omdat jouw buikspieren al best wel... Mijn buik, ik heb bij mijn zoontje... droeg ik volledig naar voren. Je zag aan de achterkant niet dat ik zwanger was. En dat gebeurde ook bij mijn dochtertje weer. Ze zeggen overigens dat je buiken anders zijn. Maar ik moet zeggen dat ze bij mij precies hetzelfde groeiden ongeveer. Ze zei van ja, dat is omdat je buikspieren zeg maar hun werk niet meer kunnen doen. Dit gaat over het algemeen over na de zwangerschap. Dus ik dacht nou prima. Maar de pijn werd gedurende de zwangerschap erger. Zo erg dat zwemmen bijvoorbeeld een keer huilend van de grond heeft moeten rapen. Omdat ik gewoon echt niet meer wist hoe ik overeind moest komen. Omdat zeg maar de functie gewoon op een gegeven moment ophoudt. Dus je kan wel willen en je kan wel denken ik ga wel door die pijn heen. Maar ik kon gewoon niet meer op mijn benen staan. Nou, dat was heel frustrerend. Maar ik dacht het stopt na de bevalling. Dan lacht het leven maar weer toe. Het is prima. Nou, bij Niels was ik 11 dagen over tijd, zeg maar, over tijd te laat. Was ik dus bijna 42 weken. En bij Elin, mijn dochtertje, 13 dagen. Ik dacht, het kan niet langer dan bij de eerste. Dat kan wel. Dus mijn buik was ook nog groter. Ik was echt huge naar voren toe. Ik was bevallen en nou, toen ging het eigenlijk alweer. Ik had inderdaad iets van, wow, het is echt als sneeuw voor de zon verdwenen. Achteraf denk ik, dat is ook niet gek, want je doet ook niks natuurlijk. Want je ligt alleen maar te buidelen met een heel klein babytje. En ja, weet je, verder doe je niks. Je bent niet aan het tillen, aan het bukken. Je bent gewoon... Maar goed, ik helemaal blij. Maar na een paar weken denk ik dat ik al dacht, waarom begin ik weer die pijn te voelen? Nou, toen dacht ik, het zal... Goed, lang verhaal kort, dat werd steeds erger en dat trok ook verder. Dus het ging na mijn billen ging het ook naar mijn onderrug, mijn liezen, mijn heupen, alles. Je zag het nu ook heel duidelijk aan mijn buik. Dus ik ben, nou ja, zoals je ziet, ik ben slank van postuur, maar mijn buik heeft een soort afdak. Ik ga dat straks laten zien voor wie daar behoefte aan heeft. Het is de ene dag erger dan de andere dag. Dat hangt ook een beetje vanaf hoeveel ik doe op een dag. Zeg maar, want op een gegeven moment, ja, die spieren die gaan gewoon echt van, nou, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Oké, ik ben na 6 weken naar de fysio gegaan. Was het 6 weken? Ongeveer zoiets. En toen zijn we heel rustig gaan opbouwen van echt de diepste lage spieren. En dus de flanken, zeg maar, heel langzaam gaan opbouwen om te kijken of we het wat meer bij elkaar konden krijgen. Maar omdat ik ook een navelbreuk heb, was het gewoon al wel een beetje... De vraag of dat ging lukken. Nou, heel veel trainen verder. Ik heb echt knijtersterke zijbuikspieren. Maar die rechte buikspieren pakken gewoon de functie niet op. En de pijn wordt dus steeds erger. Het is wel een andere pijn dan die ik had tijdens mijn zwangerschap. Het is niet meer die stekende pijn. Het is gewoon
Als ik te veel doe, dus ik til mijn dochtertje of nou, mijn zoon til ik eigenlijk helemaal niet meer, want dat is helemaal niet meer te doen. Maar ja, een kind wat verschoond moet worden, til je. Ik doe het nu zo min mogelijk. Ik heb ook mijn mamadag doe ik ook niet alleen. Dat doe ik met mijn moeder samen, want ja, ik mag dus ook niet tillen. Maar dat is heel lastig met twee kinderen, waarvan er eentje natuurlijk nog niet eens kan lopen. En ja, wel heel veel schone luiers nodig heeft. En sowieso zich de hele tijd zich op de grond van links naar rechts beweegt. Naar plekken gaat waar ze niet mag komen. Probeer maar eens niet te bukken. Nog los van al het speelgoed wat er ligt. Het is een uitdaging. Maar goed, dus ik was bij die fysio heel erg mijn best aan het doen. En op een gegeven moment kwamen we tot de conclusie dat het gewoon niet ging worden. Toen zijn we doorverwezen naar de huisarts. Want ze zei, ja, dit moet gewoon geopereerd worden. Want ja, dit gaat niet over. Dit wordt alleen maar erger. En zeg maar steeds een andere spiergroep raakt erover belast, omdat ja, mijn buikspieren het niet doen. Toen ben ik naar de dokter gegaan, die heeft me doorverwezen naar de chirurg. En die zei eigenlijk, ja, wij, dit moet aan elkaar, maar dat laten we eigenlijk al doen door een plastisch chirurg, want die maakt een snee in je bikinilijn, dus eigenlijk waar ze ook een keizersnee maken, alleen dan veel groter. Dat is natuurlijk mooier dan een snee van boven naar beneden. Dus oké, ik naar de plastisch chirurg en die constateerde inderdaad een rectus diastase. Zo heet het als je je buikspieren horen zeg maar zo te staan en bij mij staan ze nou ja, eigenlijk zo. Met name vanaf mijn ribben naar mijn navel toe en iets daaronder en daarna lopen ze wel weer redelijk bij elkaar. Of redelijk goed bij elkaar. Dus oké. En dat noemen ze dan een buikwandcorrectie. Wat een beetje verwarrend is, want een buikwandcorrectie, wat ze normaal doen, maar een buikwandcorrectie is dat ze overtollig vet en vuil weghalen, je buik zeg maar naar beneden trekken en de boel weer aan elkaar maken. En soms doen ze dan ook je buikspieren aan elkaar maken. Nou, ik heb geen overtollig vet, ik heb geen overtollig vuil, maar mijn buikspieren staan wel uit elkaar, dus hij moet eigenlijk dezelfde snee maken, maar alleen maar om de buikspieren aan elkaar te maken. Nou ja, daar was ik natuurlijk best wel, daar baalde ik best wel van. Want omdat het alleen die buikspieren zijn, vind ik het wel heel zonde om een heel groot litteken op eigenlijk het mooiste gedeelte van mijn buik. Ik heb geen strié en dat soort dingen. Dus zeg maar om daar dan eigenlijk op het gedeelte waar mijn buikspieren wel aan elkaar zitten, om daar nou ja, een jaap van in ieder geval binnenkant heup tot binnenkant heup te krijgen. Dat vind ik echt heftig. Bij normale buikwandcorrectie is het van buitenkant heup tot buitenkant heup. Dus dat is nog groter. Maar hij probeert het bij mij dus iets kleiner te doen. Omdat hij dus geen vel naar beneden hoeft te trekken. Als hij dat wel moet doen, dan moet hij dat wel groter doen. Want dat heeft iets te maken met anders. Dan heb je natuurlijk een half stuk buik wat je naar beneden trekt. Ik hoop niet dat je te visueel ingesteld bent, want het is gewoon een beetje ranzig. En waarom neem ik nou deze video op? Omdat ik jullie wil meenemen in dit proces. Ik vind dat er heel weinig over te vinden is. Ik ben natuurlijk al heel lang YouTuber en ik kijk ook heel veel YouTube. Maar ik vind dat er weinig Nederlandse video's zijn. En de Amerikaanse video's die erover zijn, zijn ook een soort van, nou ja, zeer beperkt. Of echt een half schemerlicht met iemand. Ja, ik vind het. En sowieso is in Amerika natuurlijk een ander soort procedure dan hier. Dus ik vond het wel heel goed dat er wat meer informatie over kwam. Ik moet wel zeggen dat ik het wel spannend vind. Ik bedoel, ik deel heel veel op mijn YouTube kanaal. Ik deel, voor wie me dus niet kent, ik vlog elk weekend ons leven als gezin. En ik neem ook regelmatig updates op van hoe het met Elin gaat in de groei in haar eerste jaar. En zo ook af en toe dag daarna. En dat heb ik ook bij Niels gedaan. Ik heb mijn hele zwangerschappen gefilmd. Dus ik vertel al best heel veel. Maar dit is wel natuurlijk, ja, dit is wel even next level, vind ik. Wat ik toevallig recent volg was Jamie. En zij heeft een mommy makeover gedaan. Een mommy makeover is eigenlijk een buikwandcorrectie en een borstvergroting of zoiets. Iets met borsten. Liften, vergroten, ik weet het niet. Dat is natuurlijk echt een andere operatie dan wat ik krijg. Maar ik heb dat wel zeg maar gekeken voor een beetje een beeld. Maar ik wil jullie gewoon echt, zij vertelde het gewoon deels in haar vlogs. Maar ik wil er gewoon echt aparte video's over maken en jullie meenemen. Ook omdat, wat ik van de arts heb begrepen is dat, ja, het is echt wel een andere operatie. En nou ja, zij heeft volgens mij ook wel de buikspieren aan elkaar laten maken. Maar dat was een heel beperkt stukje. Bij mij is dat wel groter. Ze zeggen dat de buikspieren eigenlijk pijnlijker zijn.
Bij mij zal de pijn zeg maar, van het vel minder zijn. Omdat mijn vel zit eigenlijk nog steeds op dezelfde plek. Alleen ja, wordt los en vastgezet. Nou, ik was bij de chirurg. Die heeft foto's gemaakt. Super sexy. Dus nou ja, hartstikke leuk. En die constateerde dus inderdaad dat het een ruimte was van... zeg maar de rectiestatus is ongeveer 5 centimeter lang. Je kan er ruim 3 vingers in doen. Inmiddels heb ik het nog verder getraind en heb ik het nog iets kunnen verkleinen, denk ik. Ik heb dit niet door hem laten checken, want ik ben een half jaar geleden voor het laatst bij hem geweest. En toen op de wachtlijst beland. Zo lang duurt dat dus. In ieder geval bij het ziekenhuis. Maar ik heb het denk ik nog iets naar elkaar getraind. Maar ja, ik heb 5 keer per week oefeningen gedaan. Echt specifiek door de chirurg of door de fysio aangeraden oefeningen. Dus niet, juist niet de hele tijd allemaal crunch en zo. Want dat is echt funest voor de rectiestase. Maar het is niet gelukt. Dus het is een vrij grote opening. Ik denk dus dat hij nu iets kleiner is. Ik zal het jullie gewoon laten zien. En dan ga ik daarna nog even kort wat vertellen. En dan ga ik jullie dus de komende tijd meenemen. Want ik word... eind juni geopereerd. Dan ga ik daarna ook wel filmen. En misschien dat ik dat een soort van... toch een beetje vloggerig ga doen. Dat ik gewoon af en toe even... nou ja, misschien dagelijks of zo vertel van hoe ik me voel. Dat weet ik nog niet. Of dat ik het zoals bij mijn zwangerschapsupdate... dat ik het gewoon regelmatig een soort... dus dat moet ik nog even bekijken. Hangt ook een beetje af van hoe erg ik kracht heb voor een camera. En hoeveel pijn ik heb. Ik weet het gewoon niet. Maar goed, dat voor zometeen. Ik zal het eerst laten zien. En dan zal ik nog een beetje vertellen van... de operatie en hoe ik daar tegenaan kijk. Dus, nou, eerst mijn buik. Als je mij zo ziet, dan zie je niet zoveel. Want nou, daar let ik heel erg op. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, is losse shirts aan. En ik stop ze in mijn broek. Nou, dan ga ik laten zien. En zelfs zo, denk je nog, valt mee. En ik vind het ook altijd op camera minder heftig lijken dan in real life. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik zal, hoppatee, ik weet niet wat ze nu, de buren nu van me denken. Maar dit is mijn buik. Nou, je ziet van achteren is het gewoon niks aan de hand. Maar van voren zie je dus wat er gebeurt. Je ziet dus, zeg maar, normaal zijn hier niet je buikspieren. Normaal zitten ze hier. Nou, bij mij dus niet. Je ziet hier ook mijn navelbreuk. Zo zag mijn navel er nooit uit. Als je het een beetje kan zien, zit hier een moedervlek. Die zat vroeger... aan de binnenkant. Dus zeg maar, ik kan het niet voordoen, maar het zat zo. Je ziet ook dat mijn zwangerschap nog niet super lang geleden is, want er zit hier gewoon nog een heel klein stukje van de zwangerschapsstreep. Je ziet ook dat ik eigenlijk geen vet heb. Dus hij zegt, ja, ik kan niks weghalen, maar je ziet wel dat het een soort afdak is. Nou, dit is echt mijn best life, dat dit op beeld komt. Maar goed, alles voor mensen die hier ook doorheen moeten. Dus je ziet eigenlijk, het loopt zo en dan hier gaat het langzaam weer naar waar het wel normaal is. Want hier zitten ze dus gewoon aan elkaar. Ja, en dat kan je heel lastig zien, maar je ziet ook dat de bolling zit echt hier. Ja, dat is het eigenlijk. Ik kan je nog laten zien wat er gebeurt als ik het aanspan. Maar dat vind ik zelf een best wel vies gezicht. Want je kan er echt je vingers in stoppen. Wat normaal niet kan. Zeg maar, hier kan ik mijn vingers niet in stoppen, maar dit is gewoon hard. Ja, hier kan dat wel als ik ga liggen. Sven vindt dat ook vies. Dus, maar dan zie je heel duidelijk de rectusdiastase, zeg maar. Dat ga ik nu niet doen. Mochten jullie dat willen, dan kan ik daar misschien wel een fotootje van gaan plaatsen. Maar ik ga er nog wel even over nadenken. Want het is wel, ja, je kan dus je darmen aanraken. Dat is gewoon niet echt de most sexy site. Goed, de operatie. De operatie duurt zo'n 2 uur, heb ik begrepen. En het gebeurt onder algehele narcose. Het is een zware operatie, want ze gaan dus je hele vel losmaken van je lijf, zeg maar. En hij gaat dan in een soort tunnel, gaat hij naar boven. Naait hij letterlijk die spieren aan elkaar. En nou, dan maakt hij het weer dicht. Nou, de snee komt dus als het goed is... in je bikinilijn. En dan hoopt hij het bij mij van hier tot hier te kunnen doen. Maar worst case gaat het dus van hier tot hier. Nou, ik word er echt heel ongelukkig van door eraan te denken. Maar ik kan niet de rest van mijn leven met pijn. Want ik heb dus gewoon elke dag pijn. Op vakantie heb ik zelfs 2 dagen zoveel pijn gehad dat ik niet normaal kon lopen. Dat ga ik dus niet meer doen. Je zou denken, waarom vakantie? Maar dan ben je natuurlijk juist veel meer met je kinderen bezig.
De operatie duurt dus gemiddeld zo'n 2 uur. Nou, dan word je weer in elkaar gezet. Dan krijg je een soort steunpak aan. Want dat moet natuurlijk allemaal weer op zijn plek belanden. En ik weet het allemaal niet. En dan moet je een nacht blijven. Je gaat gewoon pijn hebben. Maar je krijgt ook gewoon pijnstilling. Volgens mij gewoon paracetamol. En dan moet je volgens mij na een week terugkomen voor een soort controle. In totaal duurt het herstel zo'n 6 weken. Maar de hechting van je buikspieren zijn pas na een jaar opgelost. En tot die tijd functioneert ze dus nog niet helemaal zoals het zou moeten. Volgens mij zeiden ze, normaal gesproken zou je na 6 weken weer mogen gaan sporten. Maar als ook je buikspieren aan elkaar zitten, dan moet je 3 maanden wachten. En dan natuurlijk heel rustig opbouwen. 4 weken niet fietsen. En volgens mij 6 weken niet zwaarder tillen dan een telefoonboek. Dus dat is ongeveer een pak melk. Nou ja, dat is best wel lastig. Ze raden ook eigenlijk aan het pas te doen als je kind kan lopen. Maar omdat ik zoveel pijn heb, gaan we het nu doen. Dat is dus dan ongeveer een jaar na de bevalling. Want ik ben halverwege juli bevallen van Elin. Dus het is ongeveer een jaar na de bevalling. Het spannendste, en dat klinkt heel gek, maar het spannendste vind ik het ziekenhuis. En dat is raar, want ik ben 2 keer in het ziekenhuis bevallen, dus hoezo? Maar, dit is wat er binnen. En ik kan het ook niet zo goed uitleggen waarom ik dat vind. Maar ik vind het hele proces, ik weet gewoon, ik ga echt kapot van de zenuwen op de dag zelf. Ik heb dus al een keer een narcose gehad. Dat schijnt niet echt een garantie te zijn. Maar ja, voor mij, in ieder geval, ik weet, narcose was namelijk mijn grootste angst. Vroeger, maar goed, met Niels moest ik ineens onder narcose en... Heb ik dat dus al een keer ervaren. Maar de anesthesist zei ook meteen, het is echt, na een bevalling is een operatie echt iets heel anders dan gewoon geopereerd moeten worden. Dus ik vind de operatie spannend. Wat ik heel gek ook spannend vind, is de uitslaapkamer en dan zeg maar de verpleegkamer en daar een nacht in mijn eentje zijn. Ja, daar zie ik echt als een berg tegenop. En dat klinkt heel gek, dat vind ik dus echt... Want pijn, ik kan best wel goed tegen pijn. Ik heb best wel veel pijn gehad in mijn leven. Ik kan pijn gewoon wel handelen. Natuurlijk, pijn is niet leuk. Liever niet. Maar weet je, daar ga ik gewoon, dat onderga ik. Maar ik vind, de operatie, ik vind het echt heel naar. Dat is heel, ik vind het ook heel stom. Als ik het zeg, denk ik ook, Karine, stel je niet zo aan. Maar dat vind ik dus echt. Dus daar moet ik nog even aan werken de komende 1,5 week. Ik denk dat dit ook wel even was voor deze eerste video. Mocht je vragen hebben, stel ze vooral. Mocht je ervaring hebben en je wil ze delen, doe het vooral. Of DM me desnoods op mijn Instagram, @blondiebeautyfashion. Zal ik hieronder ook even zetten. Want ik ben heel benieuwd. Maar ik hoop ook heel erg dat ik mensen die op zoek zijn naar wat gaat er gebeuren, dat ik die ook kan helpen. Nou, nu weet ik dus nog niet, want ik heb het nog niet gehad. Behalve dat ik natuurlijk gesproken heb met de chirurg en zo. Maar ik hoop jullie te kunnen vertellen dat het leven je daarna toelacht. Dat de klachten weggaan. Oh ja, dat is ook geen zekerheid trouwens. Ik geloof dat het zei tussen de 85% en 90% kans dat het daarmee gedaan is. Maar ook als ze daarmee niet direct over zijn, kan je natuurlijk wel weer je buikspieren gaan trainen. Zeg maar al je buikspieren. Terwijl ik nu natuurlijk een deel niet kan trainen. Dus hij zei, de kans dat je niet de rest van je leven met pijn hoeft te lopen is heel groot. Goed. Dat voor nu. Ik hoop dat jullie deze video's informatief vinden. Mocht je mij volgen vanwege mijn vlogs en mijn kinderen, dan heb je hier waarschijnlijk helemaal niks aan. Maar ik hoop wel dat degene die dit ook te wachten staat of al hebben gehad en er nog wat over willen kijken, dat die hier wat aan hebben. Mocht je ervaring hebben, let me know. En mocht je in hetzelfde schuitje zitten, let me know. En we can do it. Oké, super bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag heel snel. Of bij een van mijn vlogs. Of bij een nieuwe update van de buikcontcorrectie. Dankjewel. Doeg!